Voor iedereen in de gastvrijheidssector geldt, er moet anders gedacht worden. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf veilig is en dat je toch gastvrij blijft? En hoe zorgen minder bezoekers toch voor genoeg omzet? Visit Flevoland maakt nu elke week een filmpje met een ondernemer die hier heel erg druk mee bezig is. En we spreken erover met Rinkje Tromp van Visit Flevoland. Ja, daar zouden we mee spreken. Kijk even wat er gebeurt, Bas. Ja, misschien dat het... Ik weet het niet. Het klapt er weer uit. Ja, maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik denk dat Rinkje ook luistert. Die gaat gewoon proberen weer verbinding te maken. Het zit eventjes niet mee. Dat is wel jammer. Ik blijf het altijd maar even uitleggen. Als je nou voor het eerst bent ingeschakeld bij Omroep Flevoland, dat je dan denkt, nou, die techniek daar... Nee, in deze coronatijden zijn we afhankelijk van hele nieuwe technieken. We hebben inmiddels weer contact met Rinkje, volgens mij. Rinkje, kun je ons horen? Dat is... Ja, Rinkje, die... Ja. Nou, Rinkje, we gaan het hebben over de filmpjes die jullie maken. Iedere week een ander filmpje met een ondernemer die heel druk bezig is om te laten zien dat ze veilig werken, maar ook gastvrij zijn. Hoe is dat tot stand gekomen, eigenlijk, dat idee? Ja, eigenlijk kwamen we heel veel leuke bedrijven tegen. Of leuke bedrijven, leuke ideeën bij goede bedrijven. Die eigenlijk bedenken van ja, ik kan wel gewoon in zak en as zitten. En dat is natuurlijk voor een groot deel zo. Maar wat zou het goed zijn als we toch wat andere dingen gaan bedenken. Dus die kwamen sowieso op ons netvlies. Doordat we veel bellen met bedrijven. Doordat we bijeenkomsten hebben. Daarnaast was de provincie eigenlijk ook bezig van, goh, wat zou het aardig zijn om wat voorbeelden aan anderen te laten zien, te inspireren. Dus ook met de provincie samen van, goh, dat zou een mooi idee zijn. Toen kwam VNO-NCW erbij en MKB Nederland. Omdat elders in het land ook wel dit soort activiteiten georganiseerd worden. Dus die hadden dat elders in het land gezien. En zo hebben we het eigenlijk bij elkaar gepakt en gezegd van, laten we samen kijken dat we elke week een filmpje van een bedrijf wat het op een hele goede manier doet, in beeld gaan brengen. Ja, lekker creatief in ieder geval. Er worden filmpjes gemaakt voor de gastvrijheidssector. Wat is er eigenlijk te zien in zo'n filmpje? Ja, je ziet eigenlijk de ondernemer. De ondernemer die aan het begin van corona denkt van, oh my, wat gaat me gebeuren? Misschien is het maar een week, dan red ik het wel. Maar uiteindelijk duurt het natuurlijk allemaal veel langer. Dat wisten ze natuurlijk begin maart niet. En die gedachte dat ze met eigenlijk een soort paniek in hun gevoel aan de slag zijn gegaan om toch een soort switch te maken van, hoe zorg ik dan toch dat mijn bedrijf in beeld blijft? Hoe zorg ik dat ik toch klanten ga ontvangen? Misschien moet ik een nieuwe doelgroep benaderen. Noem het maar. Dus we zijn eigenlijk elke keer met een filmpje in gesprek met de ondernemer. Die vertelt zelf op locatie van, nou, dit heb ik anders gedaan. Deze switch heb ik gemaakt. Deze veranderingen heb ik eventueel in mijn bedrijf aangebracht. En eigenlijk heel positief daardoor. Ja, er komen allerlei soorten bedrijven aan bod die maar iets met de gastvrijheidssector te maken hebben. Noem eens een concreet voorbeeld. Wat zie je bijvoorbeeld? Nou, we hebben vorige week het eerste filmpje online gezet. Dat was over HJ. En HJ heeft natuurlijk meerdere bedrijven eigenlijk onder zich. Hè. Wegrestaurants, het natuurpark met een restaurant. Ze hebben ook hotel. En zij zijn eigenlijk toen het allemaal afgesloten was, eerst gaan kijken van, goh, maar wat kunnen we nog wel? En toen zijn ze switch gaan maken met hele andere ideeën. Concrete ideeën als een takeaway. Of voor de vrachtwagenchauffeurs die bij hun langs het wegrestaurant hun rust nemen. Ook daar waren eigenlijk in Nederland bijna geen voorzieningen mee. Dus zijn ze speciaal voor de vrachtwagenchauffeurs toch diners gaan maken, warme maaltijden. Ze zijn een soort afhaalrestaurant begonnen. Of restaurant is een groot woord. Het heet Hipper de Kip. Nou, super grappig idee. Met heel simpele, simpel concept. En het is hartstikke succesvol. Maar denk je nou, Rinkje, want HJ is wel echt wel een grote, forse ondernemer. Heeft veel volume, heeft veel mensen in dienst. Dat het daar misschien makkelijker voor is om een switch te maken dan een kleinere recreatieondernemer. Dat kan je op twee manieren bekijken. Kijk, als je veel volume hebt, heb je ook vaak wat meer spek op de botten, hè, zoals ze zeggen. En heb je ook meer mogelijkheden om verschillende dingen uit te proberen. Maar een kleine ondernemer heeft misschien in verhouding minder investeringen. Of het vraagt misschien minder investeringen om al heel creatief een nieuw idee te bedenken. Hè. Dus het zit echt ertussenin. We pakken grote bedrijven en kleine bedrijven. Divers uit de hele sector. Dus dan moet je voorstellen, het zijn bedrijven,
campings, hotels. Ik was zo net nog bij het bedrijf Watersportcentrum bij de Eemhof. Dat is van de familie Zeil. Die hebben een haven, die hebben een watersportactiviteit waar je kunt surfen. Nou, die zijn, moesten echt totaal om, want de hele tijd kon het natuurlijk niet. En hun belangrijkste doelgroep in deze voorjaarsperiode zijn eigenlijk bruiloften en andere zakelijke partijen. Helemaal weggevallen. Nou, wat verzin je dan voor nieuws en hoe zorg je dat je dan toch veilig met jouw product weer verder kan? Ja. Dus het is groot en klein. Ja, dat zijn even de bedrijven. Visit Flevoland die promoot ook onze provincie als toeristisch gebied. Ja, veel Nederlanders gaan eigenlijk dit jaar in Nederland op vakantie. Is dat dan eigenlijk een goede kans om Flevoland eens onder het voetlicht te brengen? Nou, daar heb je zeker gelijk in. Dat is een hele mooie. En dat is ook een schone taak voor Visit Flevoland natuurlijk. Wat we altijd zien is dat voor een deel men Flevoland kent, maar niet meteen denkt van goh, dan ga ik op vakantie. En met dat gegeven gaan we zeker aan de slag. En wat is nou zo mooi aan Flevoland? En wat heel erg speelt in deze periode is dat we heel veel ruimte hebben. Dus het gevoel dat je op pad kunt en dat je niet constant in de drukte zit, dat is natuurlijk wat Flevoland eigenlijk perfect kan bieden. Dus we zijn ons inderdaad aan het voorbereiden om op het moment dat het qua sentiment goed voelt dat je wat meer naar buiten kan met campagnes, om dan inderdaad naar buiten te treden met onze campagne. Ja, dus ruimte is eigenlijk het sleutelwoord voor Flevoland. Ja, een van de sleutelwoorden. Ja. Ja, wij weten dat al. Maar ja, buiten Flevoland moeten ze dat nog eventjes... Dat is wel bijzonder dat je zegt. Want ik denk dat heel veel mensen ook wel weten dat Flevoland ruimte heeft. Maar dat wordt niet altijd meteen geassocieerd van, goh, wat is dat oké? Is dat niet saai? Is het niet kaal? Jullie weten net zo goed dat dat ook gezegd wordt. Nou, uiteindelijk is die ruimte, hoe je dat beleeft. En ik loop nu zelf ook 1000 meters meer in mijn eigen omgeving. En ik ervaar elke dag van, jeetje, het is toch uniek wat we hier met elkaar gecreëerd hebben. Zeker nu die bossen allemaal zo volwassen worden. Maar ik heb nog steeds heel veel ruimte om al die mooie dingen eigenlijk... niet eenzaam, maar wel echt heel rustig te kunnen bekijken. Nou, met dat gegeven gaan we zeker aan de slag. Ja. En dus het ruimtelijke in een hele positieve draai meegeven aan de Nederlander die inderdaad op zoek gaat naar verblijf, naar een andere soort vakantie. Ja, Rinkje, want daar wil ik toch even over hebben. Uit welke provincie denk je dat de moeilijkste gast gaat komen? Om hem te overtuigen dat hij hierheen moet komen. Is dat de Limburger of wordt dat iemand uit Drenthe? Ja, of Zeeland. Die hebben ook wel de ruimte natuurlijk. Ja. Nou, volgens mij zijn de provincies die ook ruimte bieden, bijvoorbeeld de Groningen of Noord-Holland, zul je minder snel, denk ik, naar het Flevolandse krijgen dan vanuit waar het al heel druk is. Dus onze focus zit echt wel wat op de Randstad gericht. Ja, Zuid-Holland. Ja, en een stuk Noord-Holland, maar dan met name het stedelijk gebied. Ja. 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 En dan komen er elk jaar ook nog wel Duitsers. Hè? We zien altijd heel veel Duitsers op de weg. Komt er eigenlijk nog iets speciaals voor? Om ze toch nog even hier extra naartoe te lokken? Ja, we hebben eigenlijk in heel Nederland spreken alle destinatiemarketingorganisaties. Daar zijn wij er een van wel met elkaar van, goh, hoe pakken we dat nou met elkaar op? Je wilt niet te veel vooraan zijn, omdat het gaat uiteindelijk nog steeds wel om corona en dat we dat heel veilig doen. Maar wij hadden voor de Duitse markt, hadden we eigenlijk in het vroege voorjaar een hele perscampagne klaarstaan rondom de tulpen. Nou, die hebben we af moeten zeggen, maar er was eigenlijk ook nog niet echt... iets besteed aan budget. Dus dat budget gaan we later in de zomer besteden om inderdaad met name pers en influencers naar Flevoland te halen om de Duitsers te laten zien hoe mooi Flevoland is. Ja, Duitsers houden ook heel erg van fietsen. Dus die komen wel hier. En water. Ja, dus uitstekend gebied om hier naartoe te komen. Rinkje Tromp van Visit Flevoland, dankjewel.